In deze film ga ik het hebben over importeren van foto's in Lightroom. En dat is echt een heel basisstukje. Je komt thuis gewoon met de foto's op je geheugenkaartje en ze moeten naar je computer. Nou, importeren kan je daarbij helpen, kun je een aantal stappen in doen die dat gewoon een stukje makkelijker maken. Het importeren van foto's doe je in de bibliotheekmodule. Je hebt dan onderaan een knop en van daaruit kun je verder. Ga ik bijvoorbeeld naar presentatie, dan heb ik die knop niet. En in bibliotheek heb ik hem wel. Eventueel kun je ook bovenin bij bestand foto's en video importeren of met de sneltoets Ctrl-Shift en I. En je krijgt dan een nieuw venster voor je neus. En dat is in dit geval opgedeeld in eigenlijk drie gedeeltes. Aan de linkerkant heb je een smal stuk met de bron. In het midden wat er op de bron staat, en aan de rechterkant waar het naartoe moet. En ik zou in dit geval de foto's van mijn geheugenkaartje gaan importeren. Dus die steek ik gewoon in mijn cardreader. En dan gaat Windows zelf aan de slag en Lightroom ook een beetje. De verkenner wordt keurig geopend, zoals Windows bij mij altijd doet. Dat kan in dit geval even dicht. Maar je ziet ook in Lightroom dat er een bron bij is gekomen: f-dubbele punt backslash-eos-digitaal. Dat is mijn geheugenkaartje. En als ik daarop klik, dan krijg ik alle foto's. Lightroom zal uh, thumbnails gaan genereren, kleine voorvertoningen. En dit kan even duren afhankelijk van hoeveel foto's je hebt, of je in RAW in JPEG hebt geschoten en of je uh, weinig of veel megapixels in je foto hebt. Uh, en hoe snel het allemaal is. Je, heb je een snel geheugenkaartje, maak je gebruik van USB 3, uh, des te sneller zal het gaan. In dit geval is hij dus klaar. En je ziet bij iedere foto uh, twee dingen. Je ziet een klein vierkantje linksboven staan. Dat betekent dat hij geselecteerd is. En er staat ook een heel klein wit randje omheen. Op dit moment zijn namelijk alle foto's geselecteerd. Wil je dat niet, dan kun je dat hierboven heel simpel uitvinken. En je ziet, de foto's worden een stuk donkerder. Ze krijgen een beetje een vignet. En in de linkerbovenhoek is het vinkje weg. En ook het witte randje is pleiten. Wil je nu foto's selecteren, dan zou je er één aan kunnen klikken. En bijvoorbeeld op het vinkje kunnen klikken. En zo zou je ze even allemaal af kunnen. Um, je kunt ook één foto selecteren, de Shift ingedrukt houden, en zo een reeks maken. Als je op de laatste klikt, klik je dan op één van de vinkjes, dan worden ze allemaal geselecteerd. En je zou ook gewoon één foto kunnen selecteren, de Control ingedrukt houden, en gewoon willekeurige andere foto's selecteren, en druk je dan op het vinkje, dan worden ook die geselecteerd. Eventueel heb je hieronder ook nog een keer de optie alles selecteren of alles deselecteren. En je hebt hier de optie om een rasterweergave weer te geven zoals we nu doen. Of gewoon individuele foto's. En dan kun je met het wieltje er doorheen scrollen. Of met de pijltjes toetsen. Ik vind het op zich een rasterweergave wel fijn werken. Nu is dit alleen een klein beetje aan de kleine kant. Nou, hieronder heb je een balkje. En daar kun je ze eventueel nog groter maken, zodat het wat makkelijker wordt. En je kunt ze nog sorteren op bijvoorbeeld het opnametijdstip. Uh, dat vind ik op zich wel het handigste. En die selectie kun je ook omdraaien. Nou, ik ga gewoon even vooraan beginnen en ik ga gewoon een aantal willekeurige foto's selecteren. En daar gaan we dadelijk mee aan de slag. Ik hou het even bij deze selectie. En je ziet, ik heb er momenteel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 geselecteerd. En met die foto's ga ik aan de slag. Dus ik heb aan de linkerkant mijn bron geselecteerd, het kaartje. In het midden heb ik gezegd van, hé, hey, met deze acht foto's wil ik iets gaan doen. En nu moet ik dus aan de rechterkant gaan vertellen wat ermee moet gaan gebeuren. En dat begint bij bestandsafhandeling. En als je dat opent, dan uh, zie je verschillende dingen. Voorvertoningen, die staan bij mij op minimaal. Die kun je ook gewoon uh, wat gedetailleerder zetten. Maakt het op zich niet zo uit. We gaan dadelijk toch met losse foto's aan de slag. En ik kan alles in het overzicht wel goed genoeg beoordelen. Je hebt ook nog de mogelijkheid om dubbele foto's niet te importeren. Op een geheugenkaartje zal dat niet zo snel voorkomen, maar als je foto's van een harde schijf importeert, dan kan het wel eens zijn dat een foto daar twee keer op voorkomt. Lightroom herkent de naam, misschien dat het ook naar de informatie van de foto kijkt en zal besluiten om dan één van de twee te importeren. Boven heb je slimme voorvertoningen maken staan en dat moet je aanvinken als je ook nog met je foto's op pad gaat. Stel dat je ze bijvoorbeeld op de ene computer importeert en je wilt later op je laptop nog gewoon afwerken, dan zou je dit aan kunnen vinken. Alle instellingen worden dan gewoon keurig netjes via je library meegenomen. Je hebt er ook staan een tweede kopie maken naar. Nou, als je dat aanvinkt, dan kun je nog een locatie kiezen waar die ze ook naartoe wegschrijft. Dat kan interessant zijn. Persoonlijk vind ik dat niet zo interessant. Ik vertrouw onder andere gewoon op meerdere schijven in mijn nas waar de foto's in eerste instantie naartoe gekopieerd worden. En je hebt de optie om foto's toe te voegen aan een verzameling. Ik vind die tweede kopie maken even uit. En uh, verzamelingen, daar ga ik in een later filmpje nog een keer op terugkomen. Maar je zou bijvoorbeeld een verzameling Autosport aan kunnen maken in dit geval. Nou, dan heb ik de optie om de bestandsnaam te wijzigen. En dat vind ik wel een interessante in dit geval. Vind je dat aan? Dan heb je uh, verschillende schablonen waar je uit kunt kiezen. En ik ga in dit geval voor een aangepaste naam. En als ik dan op bewerk klik, dan kan ik die naam aanpassen. Nou, wat wil ik? Ik wil hem autosport noemen, streepje Duitsland. En dan wil ik daar een volgnummer achter. En ik klik hieronder gewoon bij volgnummer op invoegen. En je ziet dan dat bovenin bij het voorbeeld Autosport Duitsland 1 de eerste foto gaat worden. En ik druk op gereed. Je ziet ook hier nog een keer het voorbeeld. En ik vind kleine letters wel fraai in de extensie. Daaronder heb je de optie toepassen tijdens importeren. En dit ziet er even heel eenvoudig uit. En stiekem is het eigenlijk wel uitgebreid. Je hebt ontwikkelingsinstellingen. En. Ja, je hebt daar een aantal presets van Lightroom die je toe kunt passen tijdens het importeren. Mijn advies, blijf daar vanaf. Kijk gewoon naar iedere foto en behandel iedere foto gewoon met de aandacht die die nodig heeft. Maar eventueel als het snel moet, dan zou je hier nog wat opties in zitten. En ik heb al eerder een filmpje gemaakt over het maken van gebruikersvoorinstellingen. En eventueel als je dat gedaan hebt... Dan kun je die ook nog hieronder in je eigen lijstje terugvinden. En dat kan makkelijk zijn als je bijvoorbeeld drie weekenden lang in de studio hebt gefotografeerd. Dan kun je ieder weekend bijvoorbeeld dezelfde gebruikersvoorinstellingen toepassen. Maar in dit geval blijft de keuze dus gewoon op geen staan. Dan heb je het tabblad metagegevens. En als je bij voorinstellingen bewerken klikt. dan krijg je het volgende venster voor je neus. En dit zijn de metagegevens die je aan kunt passen tijdens het importeren. De metagegevens bestaat uit twee delen. Je hebt enerzijds EXIF-informatie, dat is de informatie over het brandpunt en de sluitertijd. Welke camera en welke dag je gefotografeerd hebt. Uh, maar ook bijvoorbeeld als je camera fancy genoeg is en je hebt er een GPS in zitten. Ook precies de locatie waar het gefotografeerd is. Nou, daar kun je dus helemaal niks aan veranderen. Uh, maar je kunt bijvoorbeeld wel toevoegen dat het, uh, het copyright uh, bij mij ligt. Dus in dat geval Jeroen de Jong. En dat is zonder A. En dat er bijvoorbeeld copyright op zit. Nou, er moet ook nog wel ergens uh, een locatie in te vullen zijn. Bijvoorbeeld hier. Nou, ze zijn gemaakt op de Nürburgring. En die ligt in Duitsland. Type gaat vanavond niet zo makkelijk. Het is ook gewoon erg warm. Het is 30 graden plus hier. Um, ja, stel dat ik dit uh, zo hou. De fotograaf, daar ben ik natuurlijk ook zelf. Het kan eventueel zijn dat het auteursrecht bij uh, je werkgever ligt. En je kunt hier ook gewoon je hele adres en de rest van de rambam invullen. Um, dat kan, pas daar natuurlijk een beetje mee op. Uh, want je gooit je gegevens misschien wel op internet. En ik druk op gereed. Heb ik de optie om dit op te slaan. En ik kies in dit geval even voor opslaan als. Um, laat ik het Nürburgring noemen. Stel dat ik daar nog een keer naartoe terug ga. Dan kan ik gewoon heel simpel dit uh, metagegevensprofiel hierboven kiezen. En dan wordt het gewoon weer toegepast. Dan heb je nog een vak trefwoorden. Um, die kun je ook gewoon invullen. Laat ik dat even doen. En je verschillende trefwoorden kun je scheiden door een komma. Volgens mij was het een GT1-race. Nu heb ik verschillende automerken geselecteerd. Ik zie een Maserati, een Corvette. Een Lamborghini en een Porsche. Uh, vul hier bij deze foto's geen merken van die auto's in. Want deze trefwoorden gaan over alle foto's. Dus dat zou betekenen als ik hier Maserati bij toe zou voegen. Die komt dan ook bij de Corvette en bij de Lamborghini te staan. En dat is op zich niet nodig. En vervolgens kan ik een bestemming aan gaan geven. En dat wil ik in dit geval op mijn bureaublad hebben. Want daar heb ik een mapje Lightroom import. En je ziet er worden dadelijk 8 van de 76 foto's geïmporteerd. Nou, dat vind ik wel goed. En ik druk vervolgens op importeren. En Lightroom gaat aan de slag. Je ziet linksboven in het balkje met hoe ver het allemaal is. En dit hangt natuurlijk weer van de grootte van de foto's af en de snelheid van je computer. Maar je ziet, hij doet het hier redelijk vlotjes. En vervolgens zijn mijn foto's geïmporteerd en kan ik ermee aan de slag. Ik kan bijvoorbeeld in de ontwikkelmodule doen en later wat ik wil. In ieder geval weer bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!